Bok, kijk! Het sneeuwt! Mam, pap, het sneeuwt! Het sneeuwt! Het sneeuwt! Doe nou! Het sneeuwt! Wat is sneeuw nu voor zin als je niet naar buiten kunt om te spelen? Mam, pap! Oh. Wieso, is er soms iets? Ja, het sneeuwt! Maar de deur wil niet open! Kijk! Oh, nee, hij zit op slot, Sue. Ziezo, kijk! Oh. Sue, ik denk niet dat het zo'n goed idee is om een sneeuwpop in huis te gaan bouwen. Maar, dat doe ik niet. Ik bedoel... Het is geen sneeuwpop. Ik ben het. Brrr. Ik kan niet buiten spelen, Pok. Niet voordat we de sneeuw voor de deur hebben weggeruimd. Snel, oh, kijk naar buiten. Het heeft gesneeuwd, Sue. Ja, weet ik, Omi. Wat mooi, hè? Oh, ja. Ik hou van sneeuw. Het maakt de winterver zoveel meer... winters. Ik ben echt dol op de winterver. De winterver? Helemaal vergeten. Ik heb er wel weer zin in, hoor. Maar als er zoveel sneeuw ligt, komt er misschien wel helemaal niemand. Oh, ga je voor iedereen een lekker omeletje bakken? Straks misschien, schat. Maar eerst ga ik ons hier even uitgraven. Moet dat per se met mijn bakpan? Sue en ik moeten naar de garage. Is dat zo, opa? Waarom? Als jij helpt met sneeuw ruimen, laat ik het zien. Poeh. Weet je wat ik denk, Sue? We zijn nu net twee echte poolreizigers op expeditie. Huh? Ja, stel je toch eens voor dat je vastzit in de sneeuw op de Noordpool. We hadden ons basiskamp beter niet kunnen verlaten met dit weer. Misschien staat er wel een hele grote ijsbeer om de hoek. Rustig maar, Pok. Opa en ik doen maar net alsof. Is je sneeuwschep klaar om te scheppen, ontdekker Sue? Eén sneeuwschepper staat voor u klaar om sneeuw te scheppen, ontdekker opa. Met een beetje geluk doen we dit voor de laatste keer, Sue. De sneeuw gaat toch niet smelten, opa? Oh, ik denk het niet, hoor. Maar waarom hoeven we dan geen sneeuw meer te scheppen? Wacht maar even, Sue. Wacht maar. Zo, eens kijken. Waar staat de grasmaaier ook alweer? Ah, daar staat hij. En dan nu nog de skelter die we van de zomer hebben gemaakt. Goed zo, Pok. Gevonden. Arme Pok. En we hebben nog een paar metalen platen nodig. Ik denk dat hier nog iets staat. Eens even kijken. Woehoe! Opa, dit is geweldig! Huh? Kijk nou eens! Hoi, pap! Dat noem ik nou nog eens een uitvinding. Wat vind je van onze sneeuwschuiver, pap? Hij is fantastisch. Dat hebben jullie goed gedaan, hoor. Daarmee hebben jullie de sneeuw vast en zeker zo weggeruimd. Bij ons ben je aan het juiste adres voor een sneeuwvrij tuinpad. Zo! Huh? Hey, Zo, heb je een sneeuwschuiver? Hebben opa en ik gemaakt. Best wel cool, hè? Het is zeker cool. Kom je even als je klaar bent? We kunnen niet naar buiten. Hoor je dat, opa? We moeten Elsie helpen. We komen eraan, hoor. Ha,
gaat ook niet naar buiten, Elsie. We moesten een weg naar buiten graven en toen kwam opa dus met dit idee. Toen zijn we de sneeuwschuiven gaan maken en toen... Hé, hey, waar komt dit lieve kleine vogeltje nu ineens vandaan? Die hoort bij mij. En hoe zijn jullie hier binnengekomen? Wij zijn sinds gisteravond ingesneeuwd. Dit zijn Siegmund en Zarathustra. Het zijn vrienden van mij. We zijn iets aan het maken voor de winterfair. Je hebt toevallig geen koekjes bij je of wat melk? Ik heb zo'n trek in een kopje thee. Oh, ik had het gisteravond druk en was vergeten om naar meneer Zoe te gaan. En toen ik eraan dacht... Waren we ingesneeuwd? En nu zitten we zonder brood en melk. En als we niet naar buiten kunnen, kunnen we ook niet verder werken aan onze verrassing voor de winterfair. En we zullen verhongeren. Maar jullie kunnen weer naar buiten. We hebben net jullie pad sneeuwvrij gemaakt. En wij kunnen wel voor jullie naar de winkel, hoor. Oh, gewoonweg geweldig. Oh, maar dat is fijn. Wat zouden we zonder jullie moeten? Kom mee, Zoe. Dan zullen we onze sneeuwschuiver weer even opstarten. Ga je met ons mee, Elsie? Oh ja, toe. Ja! Yeah! Je moet wel een helm op. Ik ga mijn fietshelm halen. Volgende halte, meneer Zoe. Ja! Yeah! Tot straks. En bedankt maar weer. Dag, mam. Dag. Opa, Zoe, waar gaan jullie naartoe? We gaan naar meneer Zoe. Boodschappen halen voor Elsie's moeder. Willen jullie voor ons ook iets meenemen? Oma en ik moeten nog taarten bakken voor de winterfair. En we hebben daarvoor bijna niets meer in huis. Komt goed, wij nemen het wel mee. Even wachten, ik maak een lijstje. Doedoet. Iedereen opzij. Ah. Hallo, meneer Zoe. Oh, hallo. Hoi. Nee, maar wat een verrassing. Ik verwachtte vandaag eigenlijk geen klanten door die sneeuw en alles. Oh, maar wij hebben een sneeuwschuiver. Die hebben opa en ik gemaakt, dus wij komen overal. Dat vind ik fijn om te horen. Het was hier vanmorgen wel erg stil, alleen Zack en ik. Hoi, Zoe. Hallo, Elsie. Hoi, Zack. We hebben een sneeuwschuiver. Wauw. Een sneeuwschuiver. Zo, wat mag het zijn? Ik heb hier een lijstje. Oh, en Elsie's moeder wil graag brood en melk. Bloem, ja, dat heb ik. En boter, oh ja. Huh? Pok, vogelzaad staat volgens mij niet op het lijstje. Moet je nou toch zien? De hele dag zonder klanten. En nu komt ineens iedereen tegelijk. Ja, nou, ik denk ook niet dat alle klanten even goed zijn voorbereid als ik op die wintersomstandigheden. Papi en ik gingen naar de garage en daar deden twee grote mannen hele grote kettingen om de wielen, zodat we niet kunnen slippen in de sneeuw. Ja, wij zijn waarschijnlijk de enige mensen die hier kunnen komen. Oh, dan zijn wij zeker heel bijzonder. Oh, hallo daar. Hallo. Hallo. Wij hebben sneeuwkettingen. Oké, wat kan ik voor je doen, Xavier? Oh, alleen wat koffie voor in de winkel. Alsjeblieft. Zet maar op mijn rekening, alsjeblieft. Zinnia, popje, kom maar mee, liefje. Mami is vast al ongerust. Dag. Dag allemaal. Dag, oom Xavier. Dag. Zo, dit moet het zijn. Meneer Zoe, Zack wil ook graag een rondje op onze sneeuwschuiver. Mag hij alstublieft met ons mee? Doe, pap. Sue zei dat we daarna bij hem in de sneeuw kunnen spelen. Ik zou niet weten waarom niet, Zack. Toe, trek jij je jas maar aan, dan pak ik de boodschappen wel in. Jippie! Haha, wee! Een sneeuwschuiver. Ik heb nog nooit op een sneeuwschuiver gezeten. Waar staat hij? Hij is weg. Opa, waar kan de sneeuwschuiver zijn? Ik heb geen idee. Maar zodra we de boodschappen hebben bezorgd, gaan we het uitzoeken. Oké. Dankzij jullie kunnen we nu verder met taarten bakken. Stond je te praten met meneer Zoe? Jullie waren zo lang onderweg. Bisou, wat is er gebeurd?
Want de sneeuwschuiver, hij stond buiten voor de winkel van meneer Zoe. En toen we naar huis wilden gaan, was hij ineens weg. Oh nee, was hij zomaar weg? Ja, maar wees niet bang, we gaan hem nu zoeken. Dat klopt toch? Ja! Doen we! Misschien hebben ze hem meegenomen naar het park. Weet je, Zack, dat is niet eens zo'n gek idee. Er ligt daar heel veel sneeuw en de winterfair kan wel een goede sneeuwschuiver gebruiken. Dan gaan we daar kijken. Kijk, afdrukken. Maar niet van de sneeuwschuiver. Ah. Misschien komen wij van de andere kant. We volgen deze en vragen aan degene van wie de sporen zijn of zij iets weten. Sneeuwmonster! Dat is geen monster, Zack. Kijk! Voorzichtig, hoor, Sue. Kijk, Zack, dat is geen monster. Het is de glijbaan. Dat wist ik wel. Ik deed maar net alsof. Wow, kijk daar eens. Oh. Moet je nu eens zien. Wat is dat? Hoe komt dat nu hier? Ik weet wat het is. Het moest een geheim blijven. Mama en haar vrienden maken een speciale verrassing voor de winterfair. Oh, kom. Dan gaan we kijken. Hoi, Mam. En? Wat vind je ervan? Het is absoluut magnifiek. Dat kun je wel zeggen, ja. Ik heb het wel koud. Heeft een van jullie heel toevallig een lekker warm drankje bij zich? Nu nog niet. Maar er is straks warme chocolademelk wanneer Zoe's moeder en oma komen. En ze nemen ook taart mee. Is er ook taart? Geweldig. Maar voordat we taart gaan eten, maken we eerst het kasteel af. En de boom moet staan. De boom? Ik heb een grote boom besteld om ernaast te zetten. Maar dan is er minder aandacht voor de taart. Als we de boom nog krijgen. Ik ben bang dat het tuincentrum vandaag niet lukt om hem te bezorgen. Volgens mij zijn zij namelijk ook ingesneeuwd. Maar het winterkasteel is toch geen echt winterkasteel zonder een boom? We halen hem met onze sneeuwscha... Oh, nee. Hij is verdwenen. Nee! Maar we gaan hem zoeken. En wij halen jullie boom wel op. Oh, dat is erg aardig. Dat zou fantastisch zijn. Er is niet genoeg ruimte voor ons en de boom. Zack en ik blijven wel hier om te helpen met het kasteel. Goed idee. We kunnen hulp gebruiken. De winterfair begint straks al met zonsondergang. We hebben de boom dus zo snel mogelijk nodig. Als het lukt. We hebben niet veel tijd meer. Wens ons dan maar geluk. Succes! Tot ziens! Dag! Succes! Waar zullen we nu gaan kijken? Natuurlijk, de sporen. Wat is daar dan mee? Als wij sporen achterlaten in de sneeuw, dan heeft de sneeuwschuiver natuurlijk ook sporen achtergelaten. Slim bedacht hoor, Sue. Volgende halte, meneer Zoe. Ik vertel meneer Zoe dat Zack bij Elsie haar moeder is. Oké, opa. Dan speel ik ondertussen voor detective. Hallo. Hallo. We kwamen daar vandaan en stopten hier. En een ander spoor gaat verder de andere kant op. Dag, meneer Zoe. Tot straks op de winterfair. Tot straks. En Sue, iets gevonden? Weet ik niet. Een andere auto stond hier. En kijk, dat kan het spoor zijn van de sneeuwschuiver. Dat kan. Maar zo te zien heeft er nog niemand op gereden. Kijk, het spoor is niet diep genoeg. Hij kan toch niet alleen op pad zijn gegaan? Of wel? Dat gaan we uitzoeken. Dag. Kijk, opa. Onze sneeuwschuiver. Oh ja. Maar hoe komt hij nou hier? Weet ik niet. Misschien zit de dief wel bij oom Xavier in de winkel. Huh?
Hallo, met de politie? Goed, ik wil een melding doen van overlast. Enkele, ik veronderstel van sommige grappenmakers, hebben een berg troep achter mijn auto gebonden. Ja, en ik heb het helemaal mee moeten slepen. En ik ben daar niet gelukkig mee. Nee. Denk je dat die berg troep misschien onze... Dat zou heel goed kunnen, Zoe. Waar gaat dat toch heen met deze wereld? Als iedereen zomaar illegaal zijn afval dumpt in deze gegoede buurt, in het keurige gedeelte van de stad. Niet nu, Zinnia. Ik ben... Oh, een moment, agent. Oom Xavier, ik ben bang dat die berg troep van ons is. Zeg bedankt voor uw tijd, agent. Ik denk dat ik zojuist zelf het mysterie al heb opgelost. Jouw troep, hè? Nou, dat was dan niet zo slim van je. En zeker niet met deze weersomstandigheden. Maar we hadden... Xavier, ik ben bang dat er hier sprake is van een misverstand. Dat denk ik niet, nee. Dit staat toch zeker als een paal boven water, nietwaar? Ik denk dat jij hem zelf hier naartoe hebt gesleept. En het is geen bergtroep. Het is onze sneeuwschuiver. Wow, die ziet er mooi uit, zeg. Ja, opa en ik hebben die gemaakt. Maar hoe? Ik bedoel, waarom? Ik bedoel, wat... We waren aan het sneeuwruimen. We parkeerden voor meneer Zoe zijn winkel en jij... raakte met dit hier helemaal verstrikt in mijn bumper. En hebt hem weggesleept. En wat zeg je dan, papi? Oh, sorry. Kom op, opa. We moeten de boom ophalen. De boom? Welke boom? De boom voor de winterfair. We moeten opschieten. Het begint bijna. We zien jullie daar. Papi, papi, ik wil een sneeuwschuiver. Ja, liefje. Opa, denk je dat we nog op tijd zijn? Oh, ik hoop het maar, Zoe. De winterfair begint al bijna, opa. Kunnen we nog iets sneller? Daar zijn ze! Oh, nee! Oh, kijk nou toch! Ik denk dat de boom te zwaar is om met een sneeuwschuiver de heuvel op te rijden. Maakt niet uit, opa. Zo te zien is er hulp onderweg. Haha, wat ben ik ontzettend blij om jullie te zien. Ik denk niet dat onze sneeuwschuiver het redt. Dit is wel een hele grote boom. Hij is echt heel mooi. Ik ben blij dat we hem hier konden krijgen. En wij zijn ook heel blij. We hebben iets meegebracht om hem op te tuigen. En om sorry te zeggen voor de problemen die ik heb veroorzaakt. Sorry, Zoe. Het geeft niet door, oom Xavier. Wat hebben jullie daar? De allermooiste sierlikjes van de wereld. Is er ook nog vuurwerk? Vuurwerk? Ik hou van vuurwerk! En Omi ook! Mam? Pap? Waar is Omi? Die was toch bij jou? Hou je vast, Omi! Dit is leuk! Omi! Hoera! Hallo allemaal! Hemeltje, het is echt prachtig, zeg. Je bent precies op tijd voor het vuurwerk. Mooiste dag ooit. Morgen, Pok.
waarom is het hier zo licht? Oh, Bok, moet je zien? Kijk wat de sneeuw! Wauw! Dit wordt echt een geweldige gave dag! Met heel, heel erg veel sneeuwpret! Oh, kijk, Bok! Er ligt zoveel sneeuw dat we niet eens meer naar buiten kunnen. Ik weet wat. Zoveel sneeuw heb ik nog nooit gezien. Oh. Omi. Waarom is het hier toch zo frisjes? Kijk, Omi, sneeuw. Oh, daarom. Ik ga maar weer gauw lekker in mijn warme bedje liggen. Dag, hoor. Mm-hmm. Hallo, Bisou. Dat jij nog niet in de sneeuw staat te spelen. Dat kan niet. Oh, nee. Ik moet straks nog boodschappen doen. Hoe kom ik er ooit uit? We moeten de sneeuw weghalen. Dat is een heel erg goed idee. We zijn klaar. Phew, dat duurde langer dan ik dacht. Bof ik even dat jij me hielp, Sue? De voordeur is weer sneeuwvrij. Nu de auto nog. Ik help wel. Dank je, Sue. Maar dit lukt me wel in mijn eentje, denk ik. Oh ja, opa is achter bezig. Hij kan vast wel wat hulp gebruiken, hoor. Oké. Heb je hulp nodig, opa? Oh, ja, graag, Sue. Dit is hard werk. Het wordt nu wel heel erg frisjes binnen met al die deuren wagenwijd open. Wil je ze alsjeblieft dicht houden? Oké, sorry, oma. Er ligt zoveel sneeuw. We kunnen beter een iglo bouwen. Dat zou warmer zijn. Een iglo? Wat is dat? Dat is een huis van sneeuw. Hoe kan het warmer zijn? Hoe? Omdat als je erin zit, de lucht warm wordt en niet weg kan. Echt waar? Wauw. We zoeken een plaatje van een iglo-bok. Er moet hier eentje in staan. Ja, dus zo ziet een iglo eruit. Dat wordt een geweldige speelhut. En er ligt genoeg sneeuw om erin te maken. Maar, oh, er staan geen instructies bij. Hoe moeilijk kan het zijn? Dit lijkt me een perfecte plek voor een iglo-bok. Maar hoe begin ik? Het is een soort koepel. Dus laten we een koepel maken. Ik heb een koepel. Oh, maar nou kan ik er nog steeds niet in. Ik moet hem uithollen. De sneeuw is veel te hard. Ik kom er echt niet doorheen. En ik heb koude handen. Kom, we gaan opwarmen, Bok. Daarna komen we terug en gaan we verder. Alsjeblieft, Sue. Dit is lekker warm. Dank je, oma. Als we het weer warm hebben, Bok, dan gaan we terug en gaan we meteen weer verder met de iglo. Weet je zeker dat je weer terug naar buiten wilt, de kou in? Oh ja, ik denk dat ik nu weet hoe ik de iglo moet maken. Ik moet hem bouwen van binnen naar buiten. Ik begin opnieuw. Hier. Oh, nee. Iglo, iglo, iglo.
hoe maak je nou een iglo? Neem maar een lekker koekje, lieverd. Ze zijn nog warm. Mm, dank je, oma. Oh, rondjes. Is dat het soms? Zo, de eerste laag lichter. En dan nu de tweede. Wat is er? Oh nee, dat is niet goed. Grote gaten in de muur. Dan kan de kou toch nog gewoon in de iglo komen. Ik dacht dat het ging lukken dit keer. Je warmt vast gauw weer op, Sue. Dat is mijn warmste sjaal. Ik wilde toch zo graag een iglo, oma. Dan had ik in de sneeuw kunnen blijven. De hele dag. Oh, geef je het op? Ik weet het niet. Sue, ik dacht dat jij een iglo ging bouwen. Ik heb het geprobeerd, opa, maar het gaat telkens verkeerd. Ik heb een koepel geprobeerd en muren en grote sneeuwballen. Blokken. Wat? Wat bedoel je? Probeer een te maken met blokken. Blokken van sneeuw. Huizen zijn van blokken steen en die blijven staan. En er zitten geen gaten in. Goed idee, opa. Maar hoe maak je blokken? Nou, misschien moet je kijken of je een mal kunt maken. Waar kan ik sneeuwblokken mee maken? Een schoenendoos heeft een goede vorm. Maar hij is van karton. Die wordt nat en vies. Zou mijn etui iets zijn? Nee, die is te slap. Aha, tuurlijk! Ik neem mijn emmer en schep. Nu heb ik die iglo's zo voor elkaar, Pok. Kom op, Pok. Ja, dit gaat lukken. Oh, niet opgeven, Sue. Ik denk dat ik wel een oplossing heb. Omdat het nu sneeuwt, lijkt het me slimmer om een tent te gebruiken. We zetten hem op, kruipen erin en dan wachten we tot het niet meer sneeuwt. Oh, wat een goed idee, opa. Maar ja, het wordt nooit zo leuk als in een echte iglo. Ik wil erin. Het is kouder dan ik dacht. Een iglo was vast warmer geweest. Laten we het huis maar ingaan. Opa, kijk! Nee, maar... Zo lijkt de tent net een iglo. Als het blijft sneeuwen, wordt het ook een iglo. Ik moet gauw Elsie gaan halen. Goed, ga jij dat maar doen, dan maak ik warme chocolademelk. Kijk! Wauw, hij is geweldig, Sue. Heb jij hem gemaakt? Samen met opa. Nu kunnen we buiten spelen en toch warm blijven in mijn iglo. Kom op. Het is hier veel minder koud dan buiten, Sue. Mag ik er ook bij? Tuurlijk, opa. Ik heb warme chocolademelk en heerlijke broodjes. Yummy! Mijn iglo is zo gaaf, ik ben er echt dol op. Is het te warm voor je daarboven, Pok? Ga anders even naar buiten om af te koelen. Hahaha.